In plaats van dat we een stapje vooruit doen, wat we landelijk misschien doen, met andere branches, zijn we als horeca, zijn we twee stappen achteruit gegaan. Horeca-ondernemer Jaap de Boer heeft al 35 jaar in Hartje-Meppel zijn bekende onderneming Herberg het Plein. De kroeg is al sinds de eerste corona-uitbraak niet meer tot 3 uur 's nachts open gegaan. Toch zit de grootste frustratie in het vaccinatiebewijs of de coronapas die klanten straks moeten tonen bij de ingang. Op persoonlijke titel begrijp ik heel goed dat iedereen gevaccineerd moet zijn. Want ik vind dat ook. We moeten met elkaar moeten we door deze situatie heen komen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk... Iedereen heeft recht op zijn eigen mening en ook op zijn eigen gedrag. En in de horeca vind ik dat je openbaar... Iedereen moet hier binnen kunnen komen. En nu gaan we mensen afzonderen die niet gevaccineerd zijn. En daar heb ik heel veel moeite mee. De maatregelen doen hem zeer. Het is het gesprek van de dag aan de stamtafel. Er zijn een heleboel die zeggen, ik ben gevaccineerd, dus ik mag hier straks ook gewoon blijven komen. Maar er zijn er ook een paar, we hebben een stuk of 6, 7 die niet gevaccineerd zijn. En die zeggen van, ja, volgende week mag ik hier niet komen. Ja, en dat stoot mij terug in de borst. Weet je wel, dat is gewoon heel erg lastig. Als mensen die hier al zo lang komen, die dan moeten zeggen van, ja, ik kom hier volgende week niet meer. Ja, dat, en dat ik daar zelf niet de oorzaak van ben.